Welkom bij de tweede les van akkoorden en toonladders. In deze les gaan we het hebben over drie akkoorden. De E mineur, de G en het D akkoord. We beginnen met het E mineur akkoord. Het akkoord is best wel makkelijk, want we mogen beginnen met onze open E-snaar, onze lage E-snaar, die hebben we nog niet gebruikt. Dan je middelvinger, vak 2 van de A-snaar. En je ringvinger op vak 2 van de D-snaar. En je G, B en E-snaar zijn los. Nog een keertje. Lage E-snaar, los. Middelvinger, vak 2 van de A-snaar. Ringvinger, vak 2 van de D-snaar. En de rest mag los. Het E-mineur akkoord. Om meteen door te gaan met de toonladder. En die komt je misschien al bekend voor. Let op. Open E, middelvinger, ringvinger. Open A, middelvinger, ringvinger. Open D, middelvinger. Nog een keertje. Open E, vak 2, vak 3. Open A, vak 2, vak 3. En open D, vak 2. En natuurlijk om af te sluiten, het E-mineur akkoord. Is je al opgevallen dat de toonladder van E-mineur heel erg lijkt op die van A-mineur, alleen dan een snaar lager? Dat is ook zo. Ze zijn precies hetzelfde in vorm. De akkoorden hebben ook veel met elkaar te maken. Als je namelijk een E-mineur speelt, dan staan je middelvinger en je ringvinger eigenlijk al in het goede vormpje om een A-mineur te spelen, alleen de snaar te laag. Dus je springt met ze een snaar omhoog en dan zet je je wijsvinger neer. En dan heb je dus A-mineur. Hetzelfde trucje geldt natuurlijk ook terug. Dus wijsvinger weg en je springt met deze twee vingers, je middelvinger en je ringvinger, een snaar omlaag. E-mineur. Zoiets kan heel erg helpen als je aan het oefenen bent op wisselen tussen twee akkoorden. Dus heb je een liedje met E-mineur en A erin, dan kun je dit gebruiken. Het volgende akkoord is het G-akkoord. Deze delen we even op in twee delen, omdat het, zoals je ziet, het is best wel een flink akkoord. Het is vier vingers neerzetten over zes snaren en dan ook nog eens ver uit elkaar. Dus we beginnen even met het hoge G-akkoord. Dat is de hoge kant van dit G-akkoord. Die zit alleen met je ringvinger in je pink op de bovenste vier snaren. Dus die zet je neer. Je plakt ze als een soort van blok tegen elkaar aan. Want ze zitten dus ook echt met z'n tweeën op vakje 3 van de B en de E-snaar. En dan speel je de D-snaar, de G-snaar, de B-snaar en de E-snaar. G-akkoord. Dus nog een keer, losse D, losse G, ringvinger, vakje 3 van de B-snaar, en je pink plak je ook meteen een vakje 3 van de E-snaar, en dan heb je het hoge G-akkoord. Nu het lage G-akkoord. Dat is om het akkoord aan de onderkant af te maken. Je middelvinger gaat op het derde vakje van de E-snaar. In je wijsvinger, en die staat er al bijna klaar voor, op vakje 2 van de A-snaar. En dan mag je nu de losse D, de losse G en de losse B-snaar spelen. En allemaal samen. We laten dus de hoge E-snaar even weg, want dan krijg je een ander soort akkoord. Als je deze twee akkoorden goed kunt, dus de hoge G en de lage G, dan kun je ze combineren tot het grote open G-akkoord. Dat gaat dan zo. Dan zet je ze dus tegelijk neer. Dan komt je middelvinger lage E-snaar, vakje 3. Wijsvinger, vakje 2, A-snaar, D, G. En dan het blok van je ringvinger en je pink op vak 3 op de benen E-snaar. Nou, gaan we meteen door met de toonladder van G. Deze begint met je middelvinger op de E-snaar. Met je wijsvinger til je even op
en je krijgt een losse A, je zet hem weer neer, middelvinger verzetten. Nu mag je hand loslaten, want we gaan een open D snaar. Nu komt het moment, kijk, wijsvinger op de D snaar, pak je 2. En nu moet je gaan kiezen. Zelf kies ik het liefst voor met mijn ringvinger vak 4 te spelen. Maar voor sommige mensen, en vooral die met de kleinere handen, is dat nog een beetje moeilijk. Dus dan kun je dat met je pink doen. Dan heb je net iets meer ruimte. En het klinkt gewoon hetzelfde. Dus even vanaf de D-snaar, losse D, wijsvinger vakje 2. En dan maak je zelf even een keuze tussen je pink of je ringvinger. En de losse G. Nog even de hele toonhalve van G. Middelvinger op de E-snaar. Losse A. Wijsvinger weer neerzetten. Middelvinger verzetten naar vak 3. Dan mag je hand los. D-snaar. Wijsvinger. Vak 2. Je ringvinger of je pink. En de losse G. En om af te sluiten het G-akkoord. Het derde akkoord wat we gaan doen is het D-akkoord. Het klinkt zo. Het D-akkoord is best wel moeilijk, want er zitten 3 vingers bovenop elkaar geplakt. Dus dat kost een beetje organisatie, maar we komen er vanzelf. We beginnen met onze losse D-snaar. Dit betekent ook meteen dat we de lage E en de lage A-snaar niet gaan spelen bij dit akkoord. Dus losse D-snaar, dat is de laagste noot van dit akkoord. Daarom heet het ook een D-akkoord. Dan komt je wijsvinger op vakje 2 van de G-snaar en je ringvinger op vakje 3. Als je alleen dit akkoord zou spelen, zou het een D5 akkoord heten met deze 3 noten. Mocht je het volgende akkoord met waar je daar je middelvinger neer gaat zetten te moeilijk vinden, kun je ook even deze gebruiken totdat je het wat beter kent. Dus D5. Open D-snaar, wijsvinger op de A, dat is op de G-snaar vakje 2. En je ringvinger op vakje 3 van de B-snaar. D5. Als je nu het hele D-akkoord wil spelen, komt je middelvinger, kijk, op vakje 2 van de E-snaar. Zoals je ziet, is dit best wel wonen op elkaar. Dit is lastig. Oefen eerst even het D5 akkoord en dan komt het D akkoord vanzelf. Even allemaal samen. Losse D. Wijsvinger, vakje 2. Ringvinger, vakje 3. Middelvinger, vakje 2. Oké, gaan we meteen door met de toonladder. Je mag meteen met je hand los beginnen. Want deze vasthouden, dat heeft niet zoveel zin. Losse D snaar. Wijsvinger, vakje 2. Ringvinger of pink weer. Moet je even zelf kiezen, ligt aan hoe groot je handen zijn. Vakje 4, losse G-snaar. Wijsvinger, vakje 2. Nu meteen door naar de losse B. Je wijsvinger neerzetten. Vakje 2. En je middelvinger. En dan zijn we weer thuis op D. En het akkoord. Nog een keer de toonladder. Losse D, wijsvinger, ringvinger of pink, losse G, wijsvinger, losse B, wijsvinger, middelvinger en het akkoord. Succes met oefenen!